Op zondag 21 augustus vinden in Bergen ter Blijden omstreken een tweetal klimcriteria plaats. De welbekende Adelante Klim Challenge, die dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd, is dit jaar gecombineerd met een nieuwe versie van klimtijdrit, namelijk Valkenburg Klim Classic. Niels Douwe, bestuurslid van de Valkenburg Klim Classic, en Jeroen Offermans van Adelante zullen ons kort vertellen wat het inhoudt en wat het misschien voor overlast betekent voor de aanwonenden. Niels, Valkenburg Klim Classic. Je hebt nuits en in de wedstrijd besteden we twee versies. Kunst u ons heel kort aan de kijkers van TV Valkenburg vertellen wat het inhoudt en wat er allemaal te bewonderen zijn? Ja, het is inderdaad het nieuws dit jaar. Andere jaren over het bergcriterium. Hier achter mij op de Gunnel op Berg. Daar liggen junioren en amateurs aan met. Maar we hebben nu dit jaar gezegd voor de junioren maken we het heel uitdagend. En we nemen ook de Koubergen in het parcours op en de Keutenbergen in Schin op Geul. En de amateurs die strijden hier in Bergen ter Blijt, strijden die voor een podiumplaats waar de junioren dus echt de hele gemeente gaan verkennen. En de amateurs is gewoon dat rondje, dat welbekende rondje Geulen op Bergen, Hoer, Grasberg of Brakkenbergen Lieg. En dat een aantal keer. Ja, precies, dat heb je goed gezien. Die amateurs gaan toch al een keer of 22, 24 omhoog. En de junioren gaan 80 kilometer in de Valkenburgse omstreken gaan die fietsen. Jeroen, en hier had het dit jaar met de Adelante Challenge voor de vierde keer gaan organiseren. En had het nu gecombineerd met hun. Waarom? Ja, vorig jaar hebben we dat al een keer gecombineerd met hun. Vooral eigenlijk om te zorgen dat de overlast voor de omwonenden zo beperkt mogelijk bleef. In het verleden worden al die twee keer afsleting van de Geulemerberg en alles wat er omheen ligt. En we hebben besloten om dat gewoon op einde dag te combineren met elkaar. Nu met het nieuwe opzet van het Valkenburg Klim Classic zelfs nog kleiner. We werden een halve dag echt volledig afgesloten. En door met hopen voor de overlast te beperken. Hadden jij het van bekende deelnemers? Ja, onder andere Jetse Plat, nummer 2 bij de Olympische Spelen. Laura de Vaan, nummer 2 bij de tijdrit. En nummer 3 bij de wegwedstrijd. Dus een aantal Nederlandse en internationale toppers zullen aan de start verschijnen. Dat kan gezellig weer, hè? Dat werd altijd een hele mooie wedstrijd met heel veel spektakel. Niels, en de juniorenwedstrijd de hele gemeente Valkenburg en zelfs Bemelegeet. Bemelegeet niet bij Valkenburg, hè? Nee. Maar wat betekent dat voor de omwonenden? De ganse dag neemt je de hut uit of vult dat allemaal heel mee? In principe betekent dat niet heel veel. De KNWU houdt ook richtlijnen aan doordat ze meer dan 5 minuten op achterstand ligt, dat ze dan helaas uit de wedstrijd wordt gehaald. En verzet het verkeer alleen stop tijdens de passage. Dus als de bezemwagen langs is, kan het verkeer gewoon verder gaan. Dus voor de omwonenden eigenlijk weinig overlast? Ja, weinig overlast inderdaad. Had je het van bekende deelnemers? Ja, we hebben de topjunioren hebben we hier aan de start. En in het verleden hebben we al wat wedstrijden voor vrouwen gehad hier in Bergen. En hebben we bijvoorbeeld Marianne Vos als winnares gehad. Dus dit is echt een kweekvijver voor talent, voor wielertalent. Okay. Heren, ik wens je heel veel succes en dat het plezierig weet. Daar zijn we van overtuigd. Ja, daar zijn we zeker van overtuigd. Ja, absoluut, volledig.